Kijk, dit was ooit mijn eikenhouten vloer. En mijn kozijnen en mijn muurtje. Die heb ik uit de slaapkamer moeten halen. De schade voor bewoner Fred Schaap is aanzienlijk. En de hoosbui van afgelopen maandag veroorzaakt nog meer leed. Nu ik terugdenk, staan de tranen me weer nader dan het lachen. Je gewone leven is weg. En dan gaat het in je bol zitten. Dan word je emotioneel. En ik ben nu nog steeds heel erg emotioneel. De verzekering kan nog niet zeggen hoe groot de schade in geld is. Net zoals bij Nancy van Berkel. Ook zij heeft meer dan materiële schade. Voor mij heeft de ambulance moeten komen. Want ik ben een paar keer weggevallen. En ik ben hartpatiënt en longpatiënt. En ben een paar keer weggevallen. En waarschijnlijk ook allemaal door de stress. En de plensbui leidt tot nog meer leed. Ik had 2 kwartertjes dood en 1 heeft mijn man nog kunnen redden. Ja, en die heeft hij dan in een ander kooitje gezet. Nu begint hij eigenlijk weer een beetje bij te komen. Blowers moeten de huizen weer droog krijgen, maar dat kan nog weken duren. Ondertussen zijn de bewoners boos dat niemand van de gemeente zich heeft laten zien. Ik vind het schandalig dat de gemeente niet komt kijken. Eerst komen kijken. Want hoosbuien veroorzaakten vaker wateroverlast in Groesbeek door een slechte waterafvoer, zeggen de bewoners. En dat weet de gemeente in mijn optiek al jarenlang en toch gebeurt er niks.